PR Kuil presenteert Epidemie van angst vergt radicale omwenteling in onze beleving. Ooit, in de moederschoot, voelde ieder van ons zich volmaakt veilig. Tot op het moment dat we geboren werden, voelden we nooit ook maar een spoor van angst. Ons leven in wording was tot dan toe letterlijk en figuurlijk één met het leven zelf. Heel diep van binnen herinnert ons lichaam zich tot op de dag van vandaag nog altijd haarscherp hoe het voelt om volledig vrij van angst te zijn. Onze angst kwam pas op gang vanaf het moment dat we ter wereld kwamen. En elke vorm van angst werd ons van buitenaf aangereikt. Vaak met bakken tegelijk. Bij onze geboorte kregen we van moeder natuur precies de gevoelens mee die we nodig hadden. Gevoelens zijn tekenen van leven. Wie dood is, voelt niets meer. Voelen hoeven we niet te leren. Denken wel. Denken leren we pas later. Het is natuurlijk niet voor niets dat we het eerst beschikking krijgen over gevoelens. Gevoelens kennen we in allerlei soorten, variaties en gradaties. We ervaren ieder gevoel als een trilling die door ons lichaam wordt geregistreerd. Elk gevoel kent zijn eigen specifieke frequentie en valt op geheel eigen manier aan ons lichaam af te lezen. Al onze gevoelens worden van meet af aan aangedreven door ons overlevingsinstinct. Dat is het aangeboren streven van elk levend organisme om zichzelf zo lang mogelijk in stand te houden. Het zorgt er ook voor dat we ons leven ervaren als iets dat eeuwig wil blijven voortduren. Met name in de beginfase was onze beleving dan ook onmetelijk ruim. Die ruimte kende geen leeftijd en geen geslacht. Ze was leeg, tijdloos en vormloos. Die lege ruimte kende geen angst en geen weerstand, tegen wie of wat dan ook, en hechtte daar ook geen enkele betekenis aan. Ze was naar alle kanten toe open en verbonden met al wat leefde. En we beleefden alles precies zoals dat zich aan ons voordeed. Alles wat zich tijdens die allereerste ontwikkelingsfase bij ons aandiende, verschafte zich ongeremd en ongehinderd toegang tot de kern van onze beleving en werd daarin volledig opgezogen en opgelost. Iedere ervaring werd nog uitsluitend geduid door een breed scala aan pure gevoelsmatigheden. In die beginperiode hanteerden we daar nog geen benamingen voor. Onze ervaringen werden nog in het geheel niet beïnvloed of geordend door het verstand. Onze gevoelens voltrokken zich al die tijd in een voortdurend vrijuitstromende beweging. In die beginfase waren we in wezen een en al vibratie. Ons lichaam ervoeren we als een verlengstuk van een energie die niet tot ons lichaam beperkt bleef, maar die dat ruimschoots oversteeg. Deze energie kende zijn eigen ritmes en frequenties. We ervoeren ons lichaam als iets dat bij voorbaat bestemd was om goed aan te voelen. Welzijn is de basis van alles wat in het universum leeft. Ook dat gevoel van welzijn kent een eigen ritme en een eigen trillingspatroon. Ons lichaam kent zijn eigen intelligentie. Al onze cellen proberen onophoudelijk met elkaar in hun oorspronkelijke evenwicht te blijven. In onze eerste jaren hadden we geen enkel probleem met de contrastrijke diversiteit die het leven ons voorschotelde. Gretig verkenden we de variëteit.
en we genoten met volle teugen van alles wat wij daaraan konden toevoegen en wat er zonder ons niet eerder was. We lanceerden onophoudelijk het ene na het andere verlangen en daar ontleenden we telkens weer een goed gevoel aan. Dit verlangen naar meer verfriste ons. En bij iedere stap onderweg wisten we ons evenwicht te bewaren of te hervinden. Het leven bood ons een platform op maat voor onze groei en ontwikkeling. We ervoeren aan den lijve dat we bedoeld zijn om geluk deelachtig te worden en om onze dromen te realiseren. Dit is de kern van waaruit in de loop der jaren, na een eindeloze opeenstapeling van ervaringen, geleidelijk aan ons individuele bewustzijn zich vormde. Die kern kan niet verwond, beschadigd of vernietigd worden, door welke gevoelservaring dan ook. Ga maar na. Heb je ooit een gevoel beleefd waar je je niet bewust van was? Was er ooit een gevoel dat je bewustzijn overschaduwde of overweldigde? Die kern van ons bewustzijn hoeven we niet te zoeken en niet te ontwikkelen. Die kern was er al en zal er altijd blijven. Dat is wie en wat wij ten diepste zijn. Op die kern kunnen we altijd terugvallen. Maar we kunnen wel degelijk danig van die kern vervreemd raken. In de verdere loop van ons leven denken we onszelf al maar weg van die kern. Al na een paar jaar ontdekken we dat we naast ons gevoel ook kunnen leren denken. En daar wordt uitgebreid werk van gemaakt. Onze scholing en opleiding staat van oudsher volledig in het teken van het denken. Maar daar blijft het niet bij. In bestuurlijke kringen werd gevoel al eeuwen geleden volstrekt taboe verklaard. En ook politici betonen zich nog altijd wars van alles wat ook maar een beetje met gevoel te maken heeft. Het denken heeft zich eenzijdig van onze levens meester gemaakt. De gevoelens die van oorsprong uiterst trefzeker ten grondslag liggen aan onze beleving, worden niet meer aangevuld met gedachten, maar worden daarvoor ingewisseld en hebben daarvoor plaats gemaakt. Onze beleving beperkt zich al maar meer tot een onophoudelijke stroom van bonte gedachten. En daar kunnen we vrijwel alle kanten mee op. Dat heeft de geschiedenis van de wetenschap inmiddels voldoende bewezen. Het ene moment werd de wereld nog met grote stelligheid plat verklaard, maar daarna bleek hij opeens toch rond te wezen. Met dat denken vormen wij ons beelden, voorstellingen, ideeën, oordelen, verwachtingen en herinneringen. We doen er kennis mee op. We redeneren ermee door waarnemingen, ervaringen en concepten te analyseren, te vergelijken, te sorteren, samen te voegen en te onderscheiden. We lossen er problemen en vraagstukken mee op. Maar met al dat denken kan ons gevoel wel in verwarring raken. Zo weet ons denken er totaal geen raad mee als tot ons doordringt dat we sterfelijk zijn. Het bezorgt ons een angst voor de dood die gelijk staat aan de angst om te leven. De angst voor onze dood staat in schril contrast met onze oorspronkelijke indruk dat we het eeuwige leven hebben. Daarmee staat ons denken voor een onoplosbaar raadsel geplaatst. Want verstandelijk valt het niet te bevatten dat er ooit een eind aan al onze gedachten komt. Ons denken weet geen raad met welke onzekerheid dan ook. Het wil alles bevatten en onder controle houden. Daar waar dat niet lukt, roept ons denken weerstand op. Die richt zich met name tegen onaangename gevoelens. En die weerstand leidt tot toenemende angst.
De meeste angst is angst voor herhaling, vooral van pijn, maar ook van angst. Zo vormt dat denken van ons de basis voor extra veel angst. Aanvankelijk ervaren we angst als een uiterst betrouwbare, noodzakelijke en nuttige metgezellin. Zij helpt ons om met dreigingen en gevaar om te gaan, werkt als een alarmsysteem, brengt ons lichaam automatisch in verhoogde staat van paraatheid en stelt ons voor de keus vechten of vluchten. Zonder angst zouden we niet kunnen overleven. De weerstand van ons denken tegen angst maakt het echter verleidelijk om risico's en gevaar te gaan mijden. Die lijken daardoor aanvankelijk daadwerkelijk te verminderen. Maar op den duur werkt dit alleen maar averechts. Want de angst blijft bestaan en kan zelfs verder toenemen. Steeds meer situaties roepen dan angst op en die proberen we steeds vaker te vermijden. Maar toch begint de angst ons zo, in ons dagelijks functioneren, al maar meer te beperken. Angst kan ons isoleren en vereenzamen. Een overdaad aan angst kan onze manier van denken veranderen en onze concentratie verstoren. Angst kan escaleren, ons wanhopig maken, paniek bezorgen en op hol doen slaan. Zij kan ons naar de keel grijpen, ons verstikken, onze stem doen stokken en ons emotioneel dicht doen slaan. Angst wakkert de overtuiging aan dat we stuk voor stuk niet meer zijn dan afgescheiden, tijdelijke en begrensde eenlingen. Niet alleen de verbinding met onze oorspronkelijke kern, maar ook met die van anderen, dreigt daarmee verloren te gaan. Wat we helemaal alleen in ons eentje ervaren, maar ook wat we denken en doen, weegt dan zwaarder dan al het andere. Dit maakt zich automatisch meester van ons lichaam en onze ademhaling. Die raken dan vanzelf verstrikt in een permanente vorm van spanning. Die spanning gaat gepaard met opwinding. Die opwinding neemt de plaats in van de waakzaamheid waar angst van oorsprong zorg voor draagt. We raken erop ingesteld dat ons leven vooral spannend en opwindend moet zijn. Angst erotiseert. Genotzuchtig wentelen we ons masochistisch door een wereld die zwelgt in angst. En we lijken maar geen bevrediging te kunnen vinden. Angst kan op onze zenuwen gaan werken en zich meester van ons maken. Zij werkt verslavend. Lichamelijk raken we gewend aan een forse overdosis dagelijkse angst. Die wordt ons aan de lopende band op een presenteerblaadje voorgeschoteld. En daar snakken we ook naar. Een leven zonder angstinfuus kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen. Bovendien is angst besmettelijk en kan zij uitgroeien tot een ware epidemie. Op den duur zien we met z'n allen vrijwel overal alleen nog maar dreiging en gevaar. Zijn we een en al onlust en angst? Voelen we haast niets anders meer en weten we ook bijna niet beter meer? En dansen we dag in dag uit vooral rond onze angst? Als angst chronisch de overhand neemt, staat haar alarmsysteem te scherp afgesteld. Onze alarmbel gaat dan ook af als er geen direct gevaar dreigt. Ons lichaam reageert dan alsof er echt gevaar in het spel is. Het maakt zich klaar om handelend op te treden, terwijl dat nog nergens voor nodig is. Dit werkt slopend. Het maakt ons steeds banger voor dat wat angst met ons kan doen. Angst is dan niet langer een nuttige metgezellin, maar een verstikkende last. De koningin van de angst is de angst voor de angst.
Gekker kan het niet worden. Want een groot deel van die angst is alleen maar denkbeeldig. Ons denken blijkt dus in staat om ons onnodig gek van angst te maken en ons achtervolgingswaanzin te bezorgen. Maar die angst om gek te worden is niets anders dan de gedachte dat we alle controle los moeten laten. Terwijl dat oorspronkelijk voor ons de gewoonste zaak van de wereld was. Ons denken kan zich daar echter totaal geen voorstelling meer van maken. We hoeven dus bij voorbaat niet op ons denken te rekenen als we onze angst tot haar natuurlijke en positieve proporties terug willen brengen. Angst laat zich niet beteugelen door rationele overwegingen. Angst is iets wat we lichamelijk ervaren. Naar haar wezen heeft angst niets met denken van doen. Maar angst roept wel allerlei gedachten op. Bijvoorbeeld het idee dat we kunnen proberen om ons ervan te bevrijden. Zo roepen onze gevoelsarme machthebbers en gezagsdragers ons keer op keer, tegen beter weten in, op dat we niet in de greep van de angst moeten komen. Daarmee bestendigen ze echter slechts die angst. Hoe meer we eraan denken hoe we onze angst kwijt kunnen raken, des te sterker houden we haar vast. Het loslaten van angst heeft niets met een geestelijke inspanning van doen. En al evenmin met het achterwege laten daarvan. Vrijkomen van angst heeft ook niets met proberen te maken. We bewijzen onszelf een grotere dienst door juist naar onze angst toe te gaan en daar te blijven. Dit betekent dat we dus allereerst onze angst dienen te aanvaarden. Ons denken zal zich daar hevig tegen blijven verzetten. Het aanvaarden van angst vergt de moed om al onze gedachten op een lager pitje te zetten, ze naar de achtergrond te schuiven en evenwicht tussen ons denken en voelen te bewerkstelligen. Dit vraagt om een radicale omwenteling in onze beleving. Met het aanhoudend en toenemend terrorisme is het daar de hoogste tijd voor. Zolang we onze gevoelens telkens maar weer laten wegdrukken door onze gedachten, zal angst ons steeds sterker regeren. Het eind van de hegemonie van angst komt alleen maar in zicht wanneer we ons niet altijd betrouwbare denken in dienst durven stellen van onze trefzekere gevoelens. Normaliter vergt het veel moeite en tijd voordat nieuw inzicht voldoende rijpt en de gevolgtrekkingen ervan binnen ons denken post kunnen vatten. De almaar verder om zich heen grijpende angstepidemie maakt de omstandigheden echter verre van normaal. De tijd dringt dus wel degelijk. Enige vaart is op zijn minst geboden. Maar een omwenteling als deze kan nooit en te nimmer in een handomdraai tot stand worden gebracht. Ons denken staat immers al vrijwel ons hele leven centraal. Het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen ons denken en ons gevoel zal zich daarom slechts stapje voor stapje kunnen voltrekken. En zelfs dat lukt uitsluitend wanneer de benodigde tijd en ruimte vol overgave worden benut voor systematische oefening. Om zoiets als een angstepidemie met ook maar enige kans op succes te bestrijden, is het absoluut een eerste vereiste dat deze omwenteling structureel in opleiding en opvoeding verankerd wordt. Elk evenwicht tussen denken en voelen staat of valt met het doelbewust nastreven van het herstel van het contact met onze oorspronkelijke kern. Het vergt daarenboven ook het nodige onderhoud om daar duurzaam mee in contact te blijven. Alleen langs die weg kunnen we ons denken evenwichtig in ons gevoelsleven integreren. Dit veronderstelt
dat we onszelf regelmatig en in alle rust voldoende aandacht gunnen voor dat wat ons gevoel, en dus ons lichaam, ons te zeggen heeft. Hier kunnen we achterkomen door te luisteren naar onze ademhaling. Die wordt namelijk sterk beïnvloed door de spanning waaraan we onderhevig zijn. Die spanning wordt telkens weer met nieuwe impulsen aangewakkerd. Alleen wanneer we erin slagen om ontspannen in en uit te ademen, kunnen we pas weer volop in contact komen met onze oorspronkelijke kern. Hiertoe dienen we ons dagelijks in alle rust even de tijd te gunnen en de geschikte omstandigheden in acht te nemen. Door er op ons gemak voor te gaan zitten, ons af te sluiten voor alles en iedereen om ons heen, en vervolgens zo kalm en diep mogelijk adem te gaan halen. Bij elke inademing voelen we dan vanzelf op welke plek in ons lichaam zich weerstand bevindt. Onze oorspronkelijke kern kent geen weerstand. Ons lichaam weet terdege, elke vorm van weerstand wordt door ons denken opgeroepen. En die weerstand belemmert ons om terug te keren tot onze kern. Weerstand groepeert zich rondom angst. Onze denkwereld zal zich tot het uiterste toe blijven verzetten tegen elk streven naar een situatie waarin die weerstand geen rol van betekenis meer speelt. Zo zal ons denken actief worden op elk moment dat we, waar dan ook in ons lichaam, via onze ademhaling op weerstand stuiten. Het zal herinneringen oproepen aan onaangename ervaringen die zich al eerder rond deze plek afspeelden. Het zal daar ook onheilspellende verwachtingen aan vastknopen. Bijvoorbeeld dat we op die plek het slachtoffer dreigen te worden van een chronische kwaal en dat we daaraan onderdoor dreigen te gaan. Het zijn allemaal slechts etiketten die ons denken op onze angsten plakt. Zelfs het woord angst is zo'n etiket. Maar het kleurt onze ervaringen wel met een bepaalde lading. Die is sterk genoeg om angst op te roepen. Onze ademhaling geeft uitsluitsel in hoeverre ons denken ons hierbij parten speelt. Tijd is ook al zo'n denketiket. Het werkt in de hand dat we ervaringen niet langer als iets eenmaligs in het hier en nu beleven. Door ons denken worden ze ingebed in de tijd en verliezen ze hun vluchtige karakter. Veel van wat we als onaangenaam ervaren wordt daardoor ten onrechte verhevigd en verlengd. We bewijzen onszelf een dienst van belang door erop te trainen dat gedachten niet langer onnodig met ons aan de haal gaan. Dat bevorderen we door ze vrijuit en naar hartelust te laten buitelen, als jonge apen in een boom. Zolang we maar ondertussen onze aandacht via onze ademhaling telkens weer terug laten keren naar zo'n plek met weerstand in ons lijf. Met iedere uitademing ervaren we dan vanzelf hoezeer ons lichaam het op prijs stelt dat we kennelijk minder waarde aan onze gedachten beginnen te hechten. We stellen daarmee ons lichaam in staat om weerstand en de daaraan ten grondslag liggende angst beetje bij beetje los te laten. Ons lichaam zal zich daarmee beginnen te ontspannen. Dat kunnen we regelrecht aflezen aan de diepgang en het verloop van onze ademhaling. Wanneer we aan den lijve ervaren dat de weerstand op dat ene plekje minder wordt, dient zich ongetwijfeld onmiddellijk een ander plekje met een vergelijkbare euvel aan. Daar zorgt ons denken wel voor. Door onze aandacht via onze ademhaling op dat andere plekje te richten, volgen we vanzelf het spoor van onze angst. Het komt erop neer dat we dit nu eens helemaal in ons toelaten, zonder daar ook maar enige weerstand aan toe te voegen.
Uiteindelijk stelt ons denken ons voor de vraag of we onszelf de mogelijkheid toestaan dat onze angst ons volledig de baas wordt. Als vanzelf schieten ons dan alle verhalen te binnen die ons denken in de loop der jaren aan onze angst heeft vastgeplakt. Dan wordt echter ook duidelijk hoe weinig er uiteindelijk van die angst overblijft. Het overgrote deel van onze angst blijkt dan niet meer of minder dan een tijdelijke gewaarwording die voortdurend in beweging is, die zich almaar verplaatst, die meer of minder intens wordt en die telkens weer van vorm en plaats verandert. In veruit de meeste gevallen blijkt het bovendien een gewaarwording die zonder enig probleem in zijn geheel wordt toegestaan, maar ook weer even probleemloos wordt afgevoerd door datgene wat we altijd zijn geweest en wat we altijd zullen blijven. En mocht de angst ons desondanks onverhoopt toch nog eens naar de keel grijpen, laten we haar op zijn minst dan proberen te ontmaskeren door ijskoud tegen haar te zeggen: "Nou, dan ga ik maar dood." Als ze daar niet 1, 2, 3 van terug heeft, weten we in elk geval ten diepste zeker dat ze voor de zoveelste keer voor haar beurt de kop opstak.